Ik wil heel graag weten hoe de doorbraakmethode in Tilburg is uitgerold. Ik weet dat u allemaal casussen voor mij hebben die jullie willen echt bespreken. En wat ik heel interessant vind is, wat hadden jullie gedaan daarvoor, de doorbraakmethode? En wat was het moment van verandering van mentaliteit, om van manier van werken, die heeft toch wel geleid tot de doorbraak, hè? Dat de persoon echt geholpen wordt. Ik had een jongere, 24 jaar, die samen met haar gehandicapte moeder bij ons op de stoep stond. Die waren vanwege een Damocles-wetgeving op straat komen te staan. We konden nergens terecht, wisten ook helemaal niet welke hulpverlening ze moesten hebben. Omdat ze ook geen postadres hebben, liepen ze al op vast dat ze überhaupt eigenlijk nergens in aanmerking kwamen. Daar zijn we toen samen met hun gaan kijken van bij wie en waar moet je terecht. Echt doordat er natuurlijk een gedeelte ondermijning aangekoppeld zat. Papieren die er gewoon niet waren, die bij justitie lagen. Een moeder die gehandicapt is, dus die ook op straat sliep. Daar zijn wij toen aan de slag gegaan en hebben wij samen met de IPW gekeken van wat is mogelijk. Alleen wij liepen bij deze casus heel erg aan tegen de systemen. Het zijn vaak de kleine dingen. Eerst postadres aanvragen, een uitkering aanvragen. Geen auto mogen hebben terwijl de auto de slaapplaats was. En hun, ik moet erbij zeggen, ze zijn zeker 6 maanden hebben ze eigenlijk nog op straat geleefd. Dankzij het IPW zijn er voor hun mogelijkheden geweest dat ze in ieder geval op een camping tijdelijk terecht konden. Dus er werden echt noodoplossingen op snelle termijn gezocht. En hun zijn na 1,5 jaar bij de dak- en thuislozenopvang terechtgekomen. Maar hun hadden ook nog een broer in het gezin zitten. Dus hun liepen gewoon heel erg tegen allerlei systemen aan en de snelheid. En dat merkte je ook gewoon. Het is echt wel bij hun een kwestie van enorm veel maatwerk geweest. En zo snel mogelijk schakelen en niet 3, 4 weken wachten. Ja. En wat is je situatie nu? Ze zitten momenteel nog steeds in een dak- en thuislozenopvang. Daar zitten ze nu sinds bijna 5 maanden al. Elke keer wordt wel gezegd van volgende maand is mogelijk een woning. Maar het moet een aangepaste woning zijn vanwege moeder. En die wachttijd die duurt gewoon lang. Ondertussen krijgen ze wel ondersteuning vanuit Traverse in dit geval. Maar lopen ze nog steeds wel tegenaan dat ze op een zwarte lijst staan. Omdat ze toen de woning uitgezet zijn door iets wat vader heeft gedaan. En daar is het gezin de dupe van geworden. Ja. Met dat we heel lang mee bezig zijn geweest en ook wel heel veel geld heeft gekost en heel veel tijd en nog steeds. En het is voor hun wel ook heel moeilijk, want ze hebben geen toekomst, om het zo maar te zeggen. En ik denk wel dat er ook belangrijk bij is te noemen, voor hun was het al heel moeilijk om de formulieren in te vullen. Wat is een IBAN? Wat is een BSN? Hoe moet mijn zorgverzekering regelen? Dat zijn wel ook dingen waar hun tegenaan lopen. En met de doorbraakmethode, dat je wel sneller kan doorpakken. Ja. Maar natuurlijk is het misschien voor de wethouder is het een vraag. Hè? De woning speelt wel altijd een hele belangrijke rol. En er is een enorme tekort daaraan. Dus hoe probeert u daarmee echt van dienst te zijn? Want ik hoor overal dat het de grootste issue natuurlijk is. Zeker, het is een heel ingewikkeld vraagstuk. Wat je ziet is met de casussen die we geholpen hebben met deze methode, we ook proberen te leren. En je een aantal signalen terug kunt zien vanuit de casussen, dat je ziet van als er problemen zijn op woongebied, bijvoorbeeld gecombineerd met schulden, en andere zorgt dat je een soort giftige cocktail krijgt. En als je dan ziet in de casuïstiek dat het vaak gaat om armoede, gebrek aan bestaanszekerheid of woonproblematiek, dan proberen we ook met die woningbouworganisaties om tafel te zitten om te kijken wat we daarin kunnen doorbreken. En dan heb je dus natuurlijk ook gesprekken of de regie ligt bij de woningbouwcorporaties of toch bij de gemeente. Nou, die gesprekken blijven we voeren, maar het helpt wel als je laat zien van dit zijn de gezinnen waar het om gaat. Dit zijn de problematieken en die zijn enorm geholpen als we daar een plek voor hebben. Ja. Je hebt natuurlijk niet binnen 1 of 2 dagen opgelost. Maar je kunt dat wel laten zien waar het ligt en daarmee ook het goede gesprek voeren. Dus je kunt het ook nooit alleen. Hè. Je hebt ook zeker de partners nodig, werkzaam in het sociale veld, hè, het sociale domein, om met elkaar te kijken en met elkaar te komen tot de beste oplossing. Hè, nog een specifieke oplossing voor die specifieke inwoner en die specifieke situatie.
En denkt u dat zonder de doorbraakmethode al deze casussen waarschijnlijk echt veel langer genomen had worden en tot veel grotere problemen voor het gezin? Ja, zeker. En daar monitoren we ook op. Wat je ziet eigenlijk, het lijkt heel makkelijk en voor de hand liggend. We zorgen voor een maatwerkoplossing. Die inwoner weet vaak zelf ook wel waar die behoefte aan heeft. En waarom duurt het dan zo lang? Nou, maatwerk roept vaak bij de professional ook de zorg op van willekeur. Als ik nou deze oplossing toepas, die iets anders is dan gedacht, of misschien buiten mijn boekje ligt als professional, wat doet dat dan met mij en kan dat dan zomaar? En wat betekent dat als ik een andere inwoner voor me krijg met een soortgelijke situatie? En je ziet dat het tijd nodig heeft voor een professional om te gaan dat elke situatie van elke inwoner uniek is en eigenlijk ook een unieke oplossing vraagt. En met elkaar proberen we dus die gevoelens en die ervaringen te delen, zodat we ook met elkaar leren. En het helpt natuurlijk als je dan ziet dat je soms met een hele kleine, simpele, makkelijke oplossing bijvoorbeeld een uithuisplaatsing kunt voorkomen. Maar binnen de gemeente hebben we ook heel veel hobbels nog wel tegenkomen. Jij was een beetje daar het oliemannetje. En wat zag je binnen de gemeente als het gaat over de structuren die dan in de weg zitten? In het algemeen vinden mensen het natuurlijk best wel moeilijk om maatwerk te leveren, om buiten een kader te komen. Ik ben natuurlijk op heel veel verschillende afdelingen rondom deze doorbraakmethode geweest. Je komt ook op heel veel plekken wel skepsis tegen. Van ja, maar als we daaraan gaan beginnen, dan moeten we dat de hele straat doen. Of wij doen al intervisie op ons team, dus wij leveren al maatwerk. En je kreeg best wel veel, de dooddoeners zijn dan ook makkelijk, omdat het ook wel spannend is om bijvoorbeeld met IPW aan de slag te gaan en iets anders te doen dan je normaal gesproken doet. Dus ik ben ook bijvoorbeeld heel blij met Juliette en Marlies dat die wel het lef hebben gehad om een casus aan te melden bij IPW en met hun aan de slag te gaan, om daar ook van te leren. Een professional die vertelde mij ooit, de samenwerking met IPW heeft mij geleverd dat ik eigenlijk, is in principe geen antwoord meer. Ik ga altijd verder om te kijken wat er wel mogelijk is. Waar ik vroeger op een gegeven moment wel me neerlegde bij als de gemeente zei nee, dacht ik, oké, dan kan het niet. Dan zoek ik wel een andere oplossing. Dat is denk ik ook wel mijn rol geweest binnen de gemeente, om te kijken om dat deeg af en toe wat soepeler te maken. En u vroeg net ook naar de woningbouw, hè, en woningen, dat is ook echt een probleem. Nou, wat wij heel belangrijk hebben gevonden bij deze doorbraakmethode is dat we nu, dat vertelde wethouder Lalla al even, dat we één keer in de twee weken hebben we een tafel waar ook corporaties en onze schuldhulpverleners en werk en inkomen, het management aan tafel zitten om casussen die vastlopen, om die daar met elkaar te bespreken hoe we die oplossen. Dat zijn hele spannende overleggen. Soms kon je dus de spanning voelen, zullen we maar zeggen. Maar dat is juist met elkaar heel belangrijk om daar doorheen te gaan, om te kijken hoe je het nou het beste kan doen voor inwoners, natuurlijk. En wat ik tot slot, wat denk ik ook in Tilburg heel belangrijk is geweest, is dat we hebben een maatwerkbudget geïntroduceerd. Dus we hebben professionals in de wijkteams hebben we ook handgeld gegeven om makkelijk oplossingen te doen. En dat hebben we wel zo georganiseerd dat we als gemeente achteraf kijken en er dan wat van gaan vinden, maar niet vooraf. Zodat professionals ook gewoon de ruimte hebben om die dingen te doen die er nodig zijn, in plaats van dat we als gemeente daar allemaal al van gaan vinden van mag dat wel, moet dat wel. Ik vind het fantastisch wat daar allemaal in Tilburg is gebeurd. En dan, we zijn bezig dat het echt in heel veel gemeentes aanwezig is. En een van die puntjes is juist de allesregelaar, die de professionals ook nog, hè, want die hebben ook een doorbraak nodig zelf. Ja. Die worden geholpen van en de wonen, en de schuldverlening als het niet echt te ver gaat. Of van, dus hoe moeilijk dat ingekaderd zijn, of dat het echt in het systeem, hè? Dus die olie in de machine, zoals meneer Blokker dat noemde, waar moet het zijn? Waar in de gemeente moet het zijn, of is het niet in de gemeente, waar moet die zitten? Met wie, één persoon zijn, drie mensen zijn, hoe moet het eruit zien?
Ik denk dat je binnen de gemeente sowieso meerdere mensen nodig hebt. Ik gebruik natuurlijk ook, hè, als ik een casus krijg waarvan ik denk, oh, dat is lastig, dan gebruik ik ook mijn eigen olifantenpaardjes weer, omdat ik weet, daar kan ik het ook weer makkelijker voor elkaar krijgen. En vanuit die energie moet je zorgen dat je het breder maakt. Dus uiteindelijk moet het natuurlijk, hè, het moet ergens beginnen, maar dat is wel zoals ik mijn rol heb gezien, om het juist te zorgen dat het ook veel breder wordt binnen de gemeente, dat meer mensen op die manier gaan kijken en handelen. Er is inmiddels een heus nationaal doorbraakprogramma. Dat is een beetje in de COVID-spirit met de Rijksoverheid en de G4 en G40 is dat ontstaan. Dat zijn we nu in heel veel gemeenten aan het uitrollen. Maar zo gaat het eigenlijk helemaal niet. Want eigenlijk zijn het ook vaak gemeenten die zeggen, wij willen iets. En dan kijken we of we daarmee kunnen samenwerken. En onder andere in Rotterdam doen we dat nu in een pilot die heet PRIO. En Sven, daar zou ik jou graag even het woord over willen geven. Hoe ziet dat eruit in Rotterdam? Ja, dankjewel Ilke. Dag majesteit. Leuk om u weer te zien. Ja, we hebben in Rotterdam natuurlijk dezelfde problemen als in de rest van het land. Veel gezinnen met grote multiproblematiek. En het is inderdaad de bedoeling om hen zo goed als mogelijk dichtbij in de wijk te helpen. Maar we hebben gemeend om dat toch nog grootschaliger anders aan te gaan pakken. Met name omdat we zagen dat het voor de medewerkers in de wijk wel heel erg moeilijk was om een probleem op te lossen. We gaven ze eigenlijk wel gereedschappen. Maar goed, het gebruik maken in de juiste volgorde, dat was lastig. En eigenlijk probeer ik als wethouder ervoor te kiezen om zo min mogelijk in de weg te lopen. En dat deden we in het verleden toch best wel. Want we maakten constant processen die het moeilijker maakten om snel tot oplossingen te komen. En we hebben besloten als college, met alle wethouders die over dit onderwerp gaan, om in het college vast te stellen dat we alle mandaten in het hele sociale domein, dus alle keuzes, het gebruik van alle gereedschappen die er maar zijn in beleid, dat de wijkteamleider daar gebruik van kan maken. En daarmee geef je eigenlijk de mogelijkheid om te versnellen en om de processen die soms in de weg staan, of regels die net niet helemaal aansluiten, om die terzijde te schuiven en echt te kiezen voor die doorbraak. Ja, we vinden het net iets te gevaarlijk om dat in één keer in heel de stad te doen. Dus we hebben ervoor gekozen om dat in twee wijken te doen. En we hebben Ilke gevraagd of die daar een beetje in mee wil helpen. Dus Ilke is een beetje ons risicomanagement. En dat doet hij heel erg goed. En dat is eigenlijk wat ik voor ogen heb voor heel de stad vanaf 2022. Dat alle wijkteamleiders alle keuzes zelf kunnen maken zonder dat er een proces, systeem of wat dan ook in de weg zit. Wat ik vond heel mooi echt, van een van de gesprekken in die andere ronde was dat er niet van tevoren wordt gezegd waar het geld naartoe moest, maar dat we achterna even kijken van was het de juiste keuze aan een persoon helpen om elke keer nog een betere beslissing te gaan maken.